Dit is een prachtige foto. Met de auto op achtergrond en mijn huid en mem verliefd op het morgen zittend. Want die binnen mijn periode trouwt. Dus dit is denk ik hun eerste bordenlosse reis naar in een nieuwe auto. Dat was een jongetje in 38. Maar echt lang had Roelof Beetsma van Mitselwier net van zijn nieuwe auto Gneertje kent. Want een periode later werd de auto in beslag nam door de Duitsers en is de auto nooit weer om het jongen. Ont nou? Toen de schepper bij, hè? Toen kwam het stuur. En toen kwam Svensson met zijn enorme kraan en toen kwam de hele auto eruit. Ja, we zaten diep hoor, ik denk wel 2 meter. Ja, ja, ja. Ja, anderhalf. Ja, van daar tot daar hadden we een gat. Ja. Onderdeel voor onderdeel kwam de nieuwe auto naar boven, omdat haast de volslijnde Skoda weg voor het licht wie. We misten de motor, daar ben we zondagmiddag nog bezig geweest. En uiteindelijk heel diep in het gat, daar kwam eerst de slinger en toen de motor. Ja. Toen hadden we hem. Ik ben een drakkenduiker, maar dit vind ik eigenlijk het mooiste wat we ooit gevonden. Dit registratieplaatsje met de namen van de eigenaar zette vinders op het spoor van de familie van R. Beetsma. Op internet vinden ze dochter Geertje op een lemmer. Wat dacht je toen ze belden? Nou, dit kan het wie wezen. Maar het wie dus wel zei, het me de foto's overstuurd. En daar stond duidelijk de namen van mijn huid op een plaat die het op het dashboard vond. Roelof Beetsma verstoor in 2008 op 102-jarige leeftijd. Hij hield nog vaak hoe zijn eerste auto, die mooie Skoda met linnen dakje. Toen hij 100 was, toen hebben we een fotoreportage maken van alle oude foto's van zijn hele leven lang. En toen kon hij er zelf ook nog over vertellen en dat had er echt dingen. Toen zit zijn broer er nog bij en te Gerre heeft ze nog over die auto verteld dat dat zijn eerste weer en dat, nou ja, dat hij er een soort maron reed. De familie is in Kwarten en Skiel getaam de restanten met eigen negen te besjen. Daarna krijgt het een plakje in het Wrakkenmuseum op het eiland. Intussen zie je van dieren en consorten gewoon terug om meer antwoorden te krijgen, want er leidt nog genoeg om de bunkers in. Hier zat een 400 Duitsers, dus. Maar waarom ze dat ding nog hier begraven hebben, dat vragen wij ons af. Daar maar weinig antwoord op centen krijgen. Ja, dan gaan we zoeken nog verder.